De samenwerking onder de afro-ondernemers uit verschillende sectoren moet worden bevorderd. Tegen deze achtergrond vond gisteren een netwerksessie plaats, georganiseerd door Agro Group of Business, AGOP. De gelijknamige stichting wil een bewustwordingsproces op gang brengen bij alle Surinamers, in het bijzonder de Afro-Surinaamse gemeenschap. Afro-ondernemerschap in Suriname moet versterkt worden, met als doel economische ontwikkeling en bundeling van ondernemers uit diverse sectoren. De stichting wil ook samenwerking bevorderen en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap stimuleren. Aandacht voor biodiversiteit en goed afvalbeheer krijgt hierbij ook speciale aandacht. De stichting richt zich op uitwisseling en vergroten van kennis onder afro-ondernemers om de productie en inkomsten in specifieke sectoren te verbeteren. En dat zegt de voorzitter Wilny Toyo. Omdat we vaak horen in de samenleving dat men zegt Blakka man lesi, de man is uroko, de man is investeer, de man is sabko om nanga money. En toen we hebben gekeken in de app van 80 ondernemers, een jaar lang, businessen met elkaar, netwerken en het is gelukt. Geen ruzie, geen uitspatting. We hebben gezien van het kan wel. Dus vandaar die om dan een organisatie van te maken, om dan die ondernemers bij elkaar te brengen, om samen business te gaan doen, om groter te gaan worden. Het leggen van een fundament voor startende ondernemers is ook een van de voornaamste doelen van de organisatie. De stichting wil dit realiseren middels trainingen en persoonlijke begeleiding. En zelfs ook als de persoon misschien financieel een beetje zwak is, kunnen we kijken hoe twee of drie ondernemers samen iets kunnen doen om dan zo'n kleine ondernemer of een startende ondernemer te helpen om op te komen, zodat we samen kunnen gaan groeien en een heel groot netwerk gaan opzetten van afro-ondernemers. Ondanks de tegenslagen heeft de organisatie geprobeerd om door te gaan met het uitvoeren van verdere projecten. Het ligt in de bedoeling deze projecten zichtbaar te maken in de komende periode.